De neergang van de economie is gestopt. Dit haalde president Chandrika Prasad Santokhi vandaag aan in de Nationale Assemblée in de eerste ronde van de regering bij de algemene politieke beschouwingen. Hij ziet dat de Surinaamse economie structureel aan het herstellen is. De president is vastberaden om deze stabiliteit en herstel van het vertrouwen in de overheid te behouden en verder uit te bouwen. Ook merkte hij op dat de zware offers gebracht door het volk nooit te vergeefs mogen zijn. De voorzitter, de relatie van het wederzijds vertrouwen tussen de regering en haar burgers is cruciaal voor het functioneren van een democratische rechtsstaat. Dat vertrouwen, meneer de voorzitter, is niet vanzelfsprekend. Hieraan moet elke dag aan gewerkt worden. En dat is wat we regering als doen. Besluiten nemen, open en transparant zijn, verantwoording afleggen. Dat doen we ook regelmatig naar de gemeenschap toe met de persconferentie, maar ook aan uw college. En we zijn aanspreekbaar, ook voor de fouten die we maken. Maar we willen continu in overleg zijn met diverse stakeholders in onze samenleving. De president zegt het hersteld vertrouwen ook terug te zien in de representativiteit van Suriname op internationale podia. De ondersteuning en erkenning die Suriname daar krijgt en de investeringen in diverse sectoren door internationale investeerders liegen er niet om. Maar ook de economische stabiliteit waarnaar de internationale gemeenschap ook uitkijkt om te kunnen investeren in ons land, meneer voorzitter. En we zien gelukkig de daling van de inflatie. Een sterke daling zelfs het komend jaar. Zoals dat voorspeld wordt door het IMF en ook door het Algemeen Bureau voor de Statistiek. Meneer voorzitter, het inflatiecijfer volgens het Algemeen Bureau voor de Statistiek was in 2020 60,8% en in 2021 was deze gesteld op 60,7%. In 2022 bedroeg het 54,6% en de schatting is dat de inflatiecijfer eind 2023 rond de 37% zal zitten. En zoals de projecties nu uitzien, kan het verder dalen. President Santokhi benadrukt dat de inflatie eind 2023 verder kan dalen naar 17%, wat volgens hem ook door het IMF is geconstateerd. Voor wat het BTW-systeem betreft gaf het staatshoofd aan dat er voor de komende 6 maanden geen BTW geheven zal worden op nutsvoorzieningen.